voor deze uitzending achtergekomen. Jij hebt lang in Deurne gewoond. Klopt. Ik in Horst, een dorpje verderop. En je zat bij je hockeyde. En ja. Ik ook. Waarschijnlijk ja. Hebben we ooit nog wel eens tegen elkaar gehockeyd. Nou, een grote kans. We waren niet zo goed. Slaat al nergens uit. Nee, maar je bent competitief, dat is duidelijk. Moet je luisteren, we gaan even kijken naar design van wat jij doet. We zien daar achter een maquette staan. Die wordt op dit moment gefilmd. Mm. Daar zit we zien een huis en een auto. Welke auto is dit? Waar gaat dit verhaal over wat je hier ontworpen hebt? Ja, dit is de auto die we laten zien in de Dutch Design Week. Die ook deze week begint. Dit weekend. Daar ben je ambassadeur van? Precies. En dit is eigenlijk de toekomst hoe we hem zien. In de toekomst kun je namelijk kiezen of je wilt rijden of gereden wilt worden. En dat wil zeggen dat je auto, die kans, die wordt steeds intelligenter. Die krijgt nieuwe technologieën, waardoor die bepaalde taken kan overnemen, zoals het rijden. En dan geeft hij jou eigenlijk tijd terug om andere dingen te doen. Nou, andere dingen, dat kunnen zijn dat je wil werken, dat je wil e-mailen, dat je wilt entertainen of met je familie wil kletsen. En wat natuurlijk ook heel mooi is, omdat die auto ook elektrischer wordt, de toekomst wordt meer elektrisch, dus kan die auto binnen geparkeerd worden in je huis. Want eigenlijk is het zonde om zo'n mooi object om dat buiten te laten staan in een donkere garage. Would you be interested in a car like that, David? I'm completely fascinated. I think it's amazing. I'm happy that this little genius lives in my country. I'm not so small, actually. I'm a big genius in terms of size. Okay, a big genius. I think one of the thing is, a lot of people love to drive. Do you? I'm not one of them. No. Because I feel like I'm wasting time if I'm driving. That's because if I was, I usually take a taxi because I can work when I'm in the car. So this is to me, this is incredible. Ideal, yeah. And so the auto staat in de garage. Even trouwens, of in het huis. Jij bent keurig in pak en.